slurp je gezellig mee, want het is tijd voor thee. Hallo mensen, fijn dat u kijkt naar Tijd voor Thee. Even een moment voor jezelf met een gezellig kopje thee. Mijn naam is Eugenie Bovenberg en laat ik meteen onze eerste gast aan jullie voorstellen. Schrijfster en psycholoog Claire Koekoek. Wat heerlijk dat je er bent, Claire. Zo fijn om hier te zijn, Eugenie. Thee? Nee. Pardon? Nee, dank je, Eugenie. Ik drink liever koffie. Maar je weet waar je te gast bent? Jazeker. Ik kom je iets vertellen over mijn nieuwe boek. Inderdaad, in Tijd voor Thee. We hebben helaas geen koffie. Dat is een sponsordingetje. Oh, oké. Okay. Dus, welke thee wil je? De keuze is enorm. We hebben zwarte thee, groene thee, witte thee, met of zonder smaakje, kruidenthee, gemberthee. Kies iets. Nee, dank je. We hebben ook ijsthee. Nee. Waarom zeg je steeds nee? Ik hou niet van thee. Nou, hoe kun je nou niet van thee houden? Ik vind er gewoon niks aan. Oké, okay, en waarom ben je dan hier? In Tijd voor Thee. De titel zegt het toch eigenlijk al? Nou, dat zeg ik net. Ik was gevraagd om te praten over mijn nieuwe boek. Hoe word ik gelukkig in 3 stappen? Oh, nou, ik denk wel dat ik weet waar ik gelukkig van word. Oh ja? Ja. Als jij gewoon een kopje thee van mij aanneemt zonder te zeuren, ben ik al heel tevreden. Daar hou ik niet van. Parkeer dat nou even. Waarom? Van thee word je gelukkig. Het is een rustmoment. Je slaapt er lekker op, thee is sfeerverhogend en de keuze is reuze. Nou, neem dan zelf een lekker theetje en geef mij gewoon koffie. Dat hebben we niet. Oké, okay, weet je wat? Ik drink van niks. Ja? Laten we het over mijn nieuwe boek hebben. Prima, ga je gang. Ja. Het heet dus Hoe word ik gelukkig in 3 stappen? Oh, mooi, mooi. Ik ben razend benieuwd. Vertel meer. Zit je dan toch thee voor me in te schenken? Een heel klein kopje maar. Ik heb toch nee gezegd? Oh ja? Meerdere keren. Maar wie zegt er nou nee tegen thee? Ik. Ik ben er zo klaar mee. Waarmee? Met Tijd voor Thee. Nou, dat is dan helemaal wederzijds. Goed, ik ga een borrel pakken. Oh, vergeet je boekje niet. Nou, lieve mensen. Fijn dat u keek. Dit was weer een aflevering van Tijd voor Thee. Tot volgende week. Slurp je gezellig mee, want het is tijd.